Ja. Hallo guys. Welkom terug bij een redstone tutorial. Ik heb geen flauw idee wat voor een tutorial ik ga doen. Maar weten jullie nog dat Evercore, zo'n dingetje met die kasteelpoort? Ik heb hem iets aangepast. Hij is nu iets sneller. En ik wil eigenlijk nog dat die laatste veel sneller gaat. Maar ik heb hem ook iets hoger gemaakt, zodat het echt op een kasteelpoort lijkt. En hij gaat heel snel dicht nu. Maar ja, ik weet eigenlijk niks om te doen. Moet kijken, ik heb dat zo vaak uitgeprobeerd. En ik weet niet eens wat dat is. Nou ja, zo. Nou. Hier is die rest van tutorial met dat minecart ding. Dit was... Oh ja, dit kan ik wel even laten zien. Ja, dan moet ik even zo'n redstone torch hebben. Dat was ik, dat wou ik eigenlijk vandaag doen. En dat er dan zo water hierboven uitkwam. En dat het dan valt en dat het dan hier... Ik zal het even laten zien, de water. Oeps, zo. Dat er dan zo water kwam en dat er dan zo ging. En als het dan weer terugging, dat het dan zo ging. En dat het water dan net genoeg tijd had om weer terug te gaan. En dat dat waterval dan zo werd. En dat je dan gewoon zo'n muur hebt met een waterval. En je plaatst hier een redstone torch. Ja, kijk, zoiets. Alleen dan moet dit nog weggaan. En moet het water, als ik deze weer dicht doe, weggaan. Maar met dat water was bijvoorbeeld heel erg lastig. Dus ik kan misschien nog even een cool redstone dingetje uploaden een keer. En dat ik dit dan heb gemaakt. Maar dit wordt geen tutorial. Dat zie ik zo al. Even kijken, wat was dit ook alweer? Oh ja. Dit wou ik eerst ook doen. Dit is heel simpel. Misschien kan ik dat nu wel even uitleggen. Dit is echt het enige wat ik kan. Trouwens, waarom is het nacht? Ik haat nacht. Kijk. Ik wou een keer verticaal doen dit, maar zo werkt het altijd. Boom. Kijk. En zo. En dat gewoon naast elkaar dan nog eentje. Dat is eigenlijk alles daar. En ik heb me ook afgevraagd of dit... Oeps, oeps, oeps. Oh, dat kan ook nog sneller, joh. Nou, op één tik. Oeps, één tik. Ja. Je ziet het niet eens. En dan nu op nul tiks? Nee. Dus... Deze die moet sowieso, trouwens kan deze niet op. Als die op 1 tik gaat en die op 2 tiks, kan deze dan niet op. Zo. Ja. En kan deze dan zelfs zonder. Nee, dat kan dus niet. Dus dit is volgens mij de kleinste tik, tenzij je dit zo... Oeps, oeps, niet daar het doen. Misschien dat je deze dan op 1 kan doen en dan deze weg kan laten. Zullen we kijken? Ja, yeah, oké. Okay. Dit is echt de kortste en de snelste die ik dan ooit heb gemaakt. Kan deze dan niet nog op dit? Nee, denk het niet. Nou, in ieder geval. Dus, zo maak je dat. Dit is echt een Clojo redstone tutorial.
Maar goed. Ik probeer dingen, maar het lukt niet echt. Dus. Ja. Ik ben hier echt gewoon aan het klooien. Ik wil ook nog wel een keer zo'n tutorial geven over dit, de disco. Dat wil ik nog wel een keer doen, maar dan moet ik eerst even goed naar kijken. Want anders snap ik er niks van. En zo heb je hier die steen. Ik vind het allemaal wel cool gemaakt. Maar toen was het allemaal nog makkelijk om te verzinnen, want dat was allemaal van die normale dingen. Oh ja, nou even terugvallen op... Oeps, die moest je ook weer weghalen. Boom. Kijk, dan krijg je deze. Ik heb een oplossing gevonden voor dat water, want het was heel lastig om omhoog te komen, toch? Nou kijk, probeer dan dat je dan daar zo'n rand hebt, dat je dan bijvoorbeeld daar een berg hebt. Want dan kun je daar je water plaatsen. Kijk, dan kun je daar je water plaatsen. Dat gaat een stuk makkelijker. En dan heb je dit irritante knop niet meer nodig. En als je dan de redstone fakkel. Boom. Boom. Dan zie je er niks van. Maar goed, dan moet je dat maar bij een berg doen. En dan deze. Dit is trouwens de beste versie die ik hiervan ooit heb gemaakt, weet je. Maar goed, dus. Dat was deze redstone tutorial. Even om te vertellen over dat ik niks wist voor de redstone tutorial. Maar goed, ik probeer alle dingen. Ik probeer allerlei dingen. Maar ik weet niet wat ik moet doen. Dus. Zie jullie de volgende keer. Ergens. Een keer. Dus. Dat was het. Een korte 7 minuut lange. Soort van redstone tutorial. Of redstone filmpje. Nou ja. Doei. Tot de volgende keer.